Lekker, lekker dwalen door een dorp, want ik ben hier namelijk op of in Orten, moet ik dat zeggen. Orten die volgend jaar 1200 jaar bestaat alweer. Het was een apart dorp, het hoorde helemaal niet bij de bos. En daarom werden ook Ortenaren en Bossenaren. En het schijnt zelfs dat de Ortenaren een compleet eigen dialect hebben, een ander dialect dan de Bossenaren. Nou, ben ik niet zo heel erg goed met dialect. En mijn bos. Daarom spreek ik ook altijd tijdens mijn uitzendingen in het nols. En ik, zou de, ik vind dat iedereen dat moet doen. Want ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Daar heb ik van mijn oma geleerd. Je moet gewoon doen wat je, het lekkerste, wat je het lekkerste bij voelt. Zo zei mijn oma daar. We gaan even naar Vos. Dierenkliniek Vos. Hier op de Schanswetering nummer 1. En dan gaan een gesprekje met hem doen. We gaan even kijken uh, wat voor dierenkliniek dit is. Leuk. Ik ben er nog nooit geweest. En dan ga ik nu naar binnen. Dr. Vos van Dierenkliniek Vos hier op Schanswetting 1 in Orte, waar bent u in gespecialiseerd? Nou, wij behandelen uh, in het algemeen gezelschapsdieren. Uh, dat wil zeggen dus uh, de dieren die de mensen voor hun plezier hebben, honden, katten en kijnenkavers, tot kleine hamsters toe, ze worden steeds kleiner. En u, ik heb begrepen dat, dat echte specialisatie, de specialisatie zit op interne geneeskunde en de weken delen, chirurgie. Dat doen we het meeste, ja. En de gewone dagelijkse dingen, huidprobleempjes. Als we moeten opereren, is het meestal wekendelen chirurgie. Wat uh, is precies wekendelen chirurgie? Dus alles achterweefs, uh, dat is alles wat behalve het bot. Hè. Ja, en we doen natuurlijk ook geen, geen open hartoperatie en dat soort dingen. Dat, uh, dat valt buiten onze uh, normale bevoegdheden. We hebben toen straks hier een, een kat zien liggen op de operatietafel. Uh, het bleek uiteindelijk dat hij werd beschoten door een, door een klein uh, Diabolo-kogeltje uit een luchtbus. Ja, is er waarschijnlijk een paar maanden geleden al beschoten. Toen was hij al niet lekker, begin maart. Toen dachten we al aan een longontsteking. We hebben hem ervoor behandeld. Is het weer een tijdje goed gegaan. Is hij begin deze maand is teruggekomen met een enorme abscis in zijn flank. Hebben we opengemaakt, schoongemaakt. En het, uh, aangezien het abscis de wond toch steeds niet dicht was en de kat toch steeds problemen had hebben er voeten van gemaakt en bleek dat er dus een uh, luchtbus kogeltje waarschijnlijk al begin maart op die kat was uh, afgevuurd en uh, achter in zijn nek is blijven steken. Wat vindt u daar nou van dat dat gebeurt? Ja, dat zijn er niet bepaald uh, de meest aangename dingen. Gelukkig konden we het nu nog wel oplossen maar je komt ook wel eens katten tegen die uh, door een kogeltje de, de gebroken poot erover houden of zelfs een, kogel een keer mee gemaakt. Die het was dus een uh, ruggenberg gegaan waarbij de kat uh, verland is gebleven. Die moesten we uitaniseren. Uh, U heeft hier uh, vrijwel alles in huis om uh, het allemaal zelf te doen. Hè? Ik, ik praat dan over bijvoorbeeld röntgenfoto's maken. Röntgenfoto's kunnen we maken, echo's kunnen we maken. Uh, we kunnen uh, bloedonderzoeken doen. Ja, de gewone dagelijkse dingen die, uh, die we het meest nodig hebben, die kunnen we thuis hier in huis, zoals het heet, zelf uh, uh, onderzoeken. Is het ook als bij een gewone arts dat ik eerst een afspraak moet maken voordat ik met mijn dier hier naartoe kan komen? Je kunt een afspraak maken. We hebben ook een open spreekuur. Dus allebei is mogelijk. En soms staan de mensen ook zo aan de deur. En nou, ja, als je dan tijd hebt, dan, dan help je ze. Het komt ook wel eens voor dat uh, iemand komt en om humane redenen het beter is om het, 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 het huisdier te laten inslapen. Uh, dat is algemeen bekend. Maar waar ik zo nieuwsgierig naar ben, is dat als dat gebeurt. Uh, is er dan ook opvang voor deze mensen die, die met verdriet kampen? Ja, opvang, opvang. Wij proberen die mensen zo goed mogelijk op te vangen en uh, meestal bellen we ze een paar dagen later, bellen we ze nog een keer op hoe het gegaan is en dat uh, het algemeen wordt. het als zeer prettig ervaren. Kunnen mensen soms nog wel eens uh, bepaalde vragen stellen die nadat hun opgekomen zijn. Uh, eigenlijk de meest voorkomende vraag is of ze wel op het juiste moment gekomen zijn, of ze niet te vroeg gekomen zijn. Of dat niet uh, toch nog een mogelijkheid was om het beest te redden. En ja, dan probeer je dan op die manier uh, de mensen uh, gerust te stellen. De week had ik nog iemand met een oud, zielig hondje die uh, een spuitje moest hebben. Ik kende de mensen niet en uh, we hielden een injectie. Hij was vrij snel, snel dood. En uh, nou, je hebt ze uitgelegd dat het feit dat het hart zo snel stilstond bij dat hondje, dat het teken was dat het beestje echt helemaal geen, uh, geen kans meer had om nog lang te blijven leven. Uh, nu in beeld een, 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 een tweetal enorme blaastenen. Uit welk dier komen deze? Er kwam een hondje uit de Welsh Corgi, en Dat is al meer dan 30 jaar geleden, ik kan me het goed herinneren. De hond liep er al een hele tijd mee. De urine die stonk verschrikkelijk en ja, het beest voelde zich niet echt lekker. De hele blaas was opgevuld met twee enorme stenen en die hebben we toen uh, operatief kunnen verwijderen. Waarna die dus eigenlijk vrij snel weer uh, de oude was. Als laatste, wanneer is het inloopspreekuur? Meestal hebben we een uur tussen de middag om half één en tussen half één en half twee. En s'avonds voor de mensen die overdag geen of weinig tijd hebben, tussen zes uur en half acht. En voor de rest overdag doen we wat nodig is, operaties. Of soms heb je al een spoedgeval, al dat soort dingen. Hoe lang zitten jullie hier nu op Schanswetering 1? We zitten bijna dertig jaar, vanaf eind 84. En het vosje is een wilde haren nog niet verloren? Het vosje is een wilde haren nog niet verloren, nee. Hij is al 40 jaar, 41 jaar dier uit.